Hello. In onze mooie oranje outfitjes. Eén, stop. Ja. Hoi. Hallo. Welkom bij een nieuwe video. Vanuit de Noord-Zuiderlijn. Oeh, Amsterdam. Ja, het is vandaag zondag, jongens. Even rustig. Maar we gaan vandaag, dus even een dagje Amsterdam. Wat gaan we doen, Lisanne? We gaan brunchen, hopelijk, als het niet te druk is. Brunchen. En we gaan brunchen met Jasmine. Jasmine Sawyer. De vriendje van ons uit de UK, die is hier. Een longjumper misschien, jullie kennen hem misschien wel. Waarschijnlijk wel. Dus ja, dat gaan we doen. Hallo! Hi! Yeah, I think we're gonna first gonna eat, because we're really hungry. But this looks weird. So much better, yeah. Okay, guys, we're now gonna buy tulips for the photo. Yeah. Oops. Because we're so dumb. Instagram live. It's pretty though. Instagram live. Ik vroeg, moet Jesper Laura de variant? Zegt hij nee. Leg dit eens even uit. Waarom is er een Laura en Lisanne een variant? Omdat Laura de pussy is en Lisanne niet. Ik denk het ook. Nou, Laura mag die 400 die ik ga doen opsplitsen in 2 keer 200. Ja, dus jij moet 400 en dan 2 keer 150 met kort pauze. En ik moet 200, kort pauze 200 en 150 kort pauze 200. Twee keer. Dat heb jij goed gezegd. Nou, leuk. Heb je zin in? Ja. Oké. Ik ga nog even een angstplasje doen. Nee, niet nu. Ik ga Oh. Oké, doei. Come on. Kan me laten trippen door je popcorn. Zit in de auto. Yeah. We hebben net getraind, zijn net klaar. En nu zitten we in de auto naar Papendal. We gaan er even een nachtje slapen vanavond. En dan is morgen. Hopelijk beter dan thuis. Wat is beter dan thuis? Het slapen. Oh! Echt zo? Ja, dat hoop ik echt. Niet te veel brabbelen in je slaap vandaag. Ik denk dat ik dat meer doe dan jij, maar. Ja. Maar we gaan het zien inderdaad. En dan hebben we morgen teampresentatie, persdag en zo. Blijf je handen aan het stuur doen? Nee. Ik heb mijn handen. No. Jij durft? Sarah Laan, je weet precies wat dit is. Ze noemen mij D-I-O's, noemen mij D-D-I-I-O's, noemen mij woes, noemen mij wows, noemen mij hates, noemen jij laan. Oh, oh. We zijn er! Nog 725 dagen tot Tokio. Hey. Volhouden, Lau. Lisanne, hoe lang gaan wij weg eigenlijk? Nou ja, 3 dagen of zo. Ja, toch? Nee, 1. We zijn letterlijk 1 nachtje, gewoon 1 nachtje. En echt eigenlijk een halve dag. En we hebben zoveel shit mee. Echt, waarom zijn wij zo? Lisanne gaat even een fax sturen. Nee. Oké. Okay. Laura is een muffeltje. Cent. Klopt. Oh, daar zijn ze. Ik zie ze. Ja, ik had het via Insta begrepen, ja. Dat die. Toch wel gekomen. Goedemorgen. Yo. Goedemorgen. We zijn vanaf Papendal in onze mooie oranje outfitjes. Beautiful. Ja, we gaan zo trainen met de rest. Tenminste, eigenlijk hadden we al moeten beginnen. Nou, officieel was het van 10 tot 12. Maar ja. We hebben niet 2 uur nodig voor de training van vandaag. Precies. En dan begint de hele persdag. Dus ja, superleuk voor DK. Hè? Ja. En we gaan voor het eerst op de nieuwe baan trainen. Oh ja. Kijk hoe dat eruit ziet. Oh ja, nou dat gaan we jullie laten zien. Kijk eens wat ze aan het doen zijn. Nou, laten we gaan. Doei. Doei. Doei, pa. Doei, hotel. I don't know. We zijn totaal niet te laat, hoor. Het is erg om 12 uur zullen zijn. En daar zijn we. Niet te laat. Het is wel kapot druk.
echt heel druk. Weet je nog, vorig jaar er was echt niemand. Vorig jaar waren er drie mensen. Wat een mooie baan, jongens. Een keer als we hier op Papendal trekken. Ben ik helemaal afgeleid over. Ik ben helemaal afgeleid. Het is echt kapot druk. Er gebeurt zoveel hier. Gelukkig hebben we echt een lichte training. We hebben het net even losgelopen en we gaan nu sprongetjes doen. Even kijken hoe dichtbij het was, maar inderdaad best dichtbij. Je voelt ook, dit is ook heel dichtbij. Al je pukkels zijn te zien, Lau. Ja, Lisanne. Ja. We staan eerst op de hanglijst. Sinds wanneer? Laura, het EK staat voor de deur. Hoe is het spannend? Het gaat goed. Ik heb er vooral veel zin in. En de zenuwen beginnen wel langzaam te komen, maar ik heb er vooral veel zin in. Ja, Lisanne, het EK staat voor de deur, de 400 meter. Hoe is het met jouw gevoel na het EK? Ja, het valt eigenlijk heel goed. Ik heb de laatste wedstrijd heel goed. Dus ja, dat kan ik nog niet waar, maar ik vind het heel goed. Dus je hebt het alleen maar ja, misschien ook wel. Ja, nee, ik weet het zo goed. Dan kunnen jullie het... Ja, dan ga ik even naar binnen. Hey, Olaf! Ligt je lekker, Lisa? Ja. Top. Tot de finish! Yes! Wow! Ja, je moet mij even rennen. Ja, ga maar even mee, Lisanne. Mooi uit. Ja, dan kom ik even op. Ja, jij komt er even op. Wat ga je doen? Nou, dit erbij leggen. Oké, doe dan. Nee, ik dacht eigenlijk dat je eroverheen ging doen. Dit erbij leggen, dat zei ik toch gewoon. Ja, dat zei je wel. Ja, hoi jongens. Hoi. We zitten in de auto onderweg naar Hilversum. Ja. Want wat gaan we doen, Lisa? We gaan naar de NOS. Oeh. NOS eigenlijk? Ja, en PO1. NOS langs de lijn. En we hadden het er net even over, hoe gaan wij soepel elkaar afwisselen? Want zoals jullie weten, praten wij best wel vaak door elkaar heen. Klopt. maar toen zei ik, maakt eigenlijk geen zak uit. Want waarschijnlijk hoor je niet het verschil tussen mijn stem en die zanger stem. Dus ik denk dat de luisteraars het niet in de gaten hebben wie er nou aan het praten is. Nee, ik ga gewoon zeggen, hoi, ik ben Lisanne en ik zeg nu dit. En dan komt het. Ja, en dan Laura en dan... Laura zegt! Ja. Zo gaan we het denk ik maar doen. Wat de eerste keer dat we echt op radio zijn trouwens. Echt zeg maar live, toch? Ja. Ja, nou, echt in de studio en zo? Ja, wel dat we in de studio zijn, dat zeker. Maar toen die ene keer dat in Amsterdam die belde, was dat ook live? Volgens mij wel. Ja. En dat BNR-radio trouwens. Oh ja. Oké, de derde keer gaat er toch. Weer net als Diamond League. Nog nooit gedaan. Nooit een Diamond League gelopen. Nou hier, nee, ik moet daar. Mediapark, ik weet niet waar we heen moeten. Zijn Lisanne en Laura de Witte voor zometeen? Langs de lijn, dat was het. Een gokje, maar ik vermoed langs de lijn. Ja, ik wou net zeggen langs de lijn, dat was het. Verder. Thanks.
Dat is zo ongemakkelijk. We zijn een beetje vroeg. Nee. Lol. We zijn een beetje vroeg. Ik zei al, ik ben een beetje baldadig. Dus dat is niet handig voor op live radio. Dus live radio. So I hope that I not... yes. I hope that I not do say stupid things. Like Laura altijd doet. Nu ga ik me gedragen. Waarom zie je alleen een O? Ja, dat viel mij ook al op. We're here. Oh, nu staat er een zon. We're here. In de zon. At the radio station. Yes. NOS. Ja. Dan kun je vrij makkelijk scoren. Dat zou je zeggen. Is het niet heel vreemd voor jullie, hè? Ja, ik werk om de hele... Nee, Herman van der Velde is die dan nog? Nee. Ja, het zijn niet zomaar vloggers. Het zijn eigenlijk topsporters. En dat is toch wel eigenlijk belangrijker dan het vloggen of niet? Wat is eigenlijk leuker, Lisanne en Laura? Lopen of vloggen? Nou, lopen hoor. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, daar gaat het om. Jullie doen volgende week mee aan het EK Atletiek in Berlijn. Op de 400 meter. En als vloggen, dat is er een beetje bijgekomen of zo. Er staat nu ook een cameraatje aan hier op tafel. Er staat zeker een cameraatje aan. Ja, we dachten, het lijkt ons wel leuk om gewoon alles vast te leggen wat wij doen. Ja. Trainen, wedstrijden en alles. Dus wel alleen jullie, hè? Wij zijn niet in beeld, geloof ik. Nee, ja, je mag in beeld als je beeld, hoor. Nee, dat is goed, hoor. Ik constateer het eventjes. Ik zal wel even draaien. En misschien is het goed als jullie van elkaar even vertellen wie je bent. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, best wel veel eigenlijk. Ik ging van 51-71 naar 50-96. Dus dat is best wel veel eigenlijk. Ja. Oh, maken jullie elkaar sterker? Zeker. We hebben heel veel aan elkaar met trainen. Ik ben van mezelf iets sneller dan Lisanne. Dus op de kortere afstanden heeft Lisanne veel aan mij. En op de langere afstanden is Lisanne een stuk beter dan ik. Dus dan heb ik heel veel aan haar dat zij bij mijn training aanwezig is, zeg maar. Ja. Ja. Loop in de lijn. Zet hem op in de lijn. Kut dat we moeten vloggen van boven. De laatste trainingen zijn gedaan, jongens. Ja, bijna wel. Tenminste, thuis. Ja, want ik ga morgen naar Berlijn. Lisanne 2 dagen later. Ja, morgen. Tenminste, zaterdag en ik maandag. Dus ja. Dus wij zien jullie vanuit Berlijn. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ja. Want die wordt heel leuk. Hoop het. Hopen we. Doei.